Tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog op het kanaal van Nickmans. Vandaag gaan we een kijkje nemen op de kermis van Rhenen. Bij de Rijenweek. Ze hebben elke dag wel artiesten, elke avond. Het is een leuk programma. Alleen de dag dat ik ben zijn er nog geen artiesten. Dus ik laat alleen even kermis zien. Er staat een hele mooie attractie. Beverrol. Dus hier zijn helaas nog dicht. Ik hoop dat hij nog weer open gaat. En gaan we ook even de rest van de kermis bekijken. Dus veel kijkplezier. Nou, hier hebben we de Deppel Rock. Dit zal straks even eerst in het Duitsland gereisd. Die is door Nederlanders gekocht. En nu staat hij hier in Rhenen. Het is de eerste Nederlandse kermis voor de Deppel Rock. Het is een hele mooie attractie. Alleen hij is nog niet open helaas. Dus had ik wel een ritje in gemaakt. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik heb hem nog niet eerder gedaan. Dus misschien gaat hij zo nog open. Wie zou het zeggen. Maar we gaan eerst even de rest van de kermis doen. Er is genoeg te doen voor iedereen. En het is lekker weer. Dus net met de rest van de kermis maar gaan. Nou, naast de Deppelrock staat een voetbaltentje. En daarnaast staat weer chaos. Om KMG af te binnen. Attentie, de beugels naar u toe trekken. Attentie, de beugels. Nu hebben we nog een aquaatlas. Dus hier ben je een brandblusser. De hele boot staat in brand. En zelfs de tutor is in brand. Dan moet jij brandblussen. Hier hebben we nog een Happy Wheel. Dan moet je, als die lezen moet je die dingen eraf halen. Dat is wel lastig. Hier hebben we nog een poesje. Kan je met muntjes gaan snuiten en punten winnen. En hier hebben we nog die ballen gooien, blikgooien. Kinderen altijd prijs. De
We hebben met drie kruidarmpjes op elkaar, naast elkaar, op een rij. En wij hebben hier drie op een rij. Gaan we even snel doorlopen. Dit is nummer 2. En hier staat nummer 3. Dus wij hebben drie op een rij. Maar Kim staat nog een touwtje trekken naast een Lumpia kan. We kunnen wel lekkere frietjes halen met snacks, een snoepkraampje en een oliebollenkraam en een suikerspinkraam op het einde. Ook hebben ze hier een eentje strand en een churros. Nee, Naturally Chips heet dat hier. En hier hebben we nog een paar andere leuke. Dan heb je eentje zwanger, eten en gelijk aan je. Wat staat het erop? Gaan we dan weer hetzelfde doen als vroeger? De Summer Party Police van Ekkerbomen staat hier. Dat is een mooie police. En daar tegenover staat de Central Park, de Funhouse op het moment. En daarnaast staat weer de Peace Party, dat is een stukje. Ziet ook weer wel heel mooi uit. Daarin staat er ook een glazen dol op. Dat is een mooie term weer. Nou, laten we maar even een ritje meedraaien. Instappen en erbij zijn. Hier is een glazen dol, zoals ik al zei. En hier staat Big Party. Dit is een mooie rit. Daarnaast staat de Hellrijder. Dit is een booster. Met een hele mooie achterwand. Helemaal in de ledverlichting. Ziet ook heel mooi uit. Maar ik ben straks ook weer net te veel. Dus slaan we ook even over. Verder staat hier nog een drop-out battle. Dat is ook een nieuwe. Die heb ik nog niet eerder gezien. Daar wel zo'n soortgelijk wapensattractie. Maar dan een andere thema. Hier hebben we nog een draaimolen. Een soort baby spot. Ziet er wel grappig uit. De auto's en de wagens rijden ook echt over die baan heen. Het ziet ook wel lachter uit. We hebben daarnaast nog een minicar. En deze heeft ook in hier gestaan. De kustcenter van Reken. Een erg mooie bosauto. Maar best wel rustig nou. Ja, hier wil je gewoon naar de kermis gaan. Daarnaast staat er nog een breukentent, de Decadent van Van Valen.
En die kan twee kanten op draaien. Dat het kruis eigenlijk gewoon loopt. Maar dat doen ze nooit eigenlijk. Dan gaan ze ermee stoppen en dan denken ze, de rit is afgelopen. Dus ze draaien maar één kant op. Maar ze hebben wel eens twee kanten op gedraaid. Maar ja. Maar meestal doen ze dat niet. Daar tegenover staat de Kost Villa. Dat is ook uit van Zitkema. En daarachter staat de Karelsee. Daar zie ik nog een paar luchtballonnen in de lucht. Het is altijd wel mooi met dit weer. Mensen zijn nog gesloten, dus ik denk dat we maar even rekken chaos doen. Dat is gewoon lekker ritten mee weg. Ja, dat was de kermis Renen alweer. Nou, de Deffenrock is helaas nog gesloten. Maar niet getreurd, ik ga nog naar een andere kermis toe waar hij staat. Hij gaat ook naar Uden en Eindhoven volgens mij. Dus ga ik hem daar gewoon een keertje doen. Het is een leuke kermis. Zeker de moeite waard om te gaan kijken. Bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe even duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter in de comments. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan even. En dan zie ik jullie tot een volgende vlog op het kanaal van Lichtmans. Doei doei!